Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Dit is geen Minecraft, maar dit is ook geen GTA RP. Zoals jullie zien, dit is mijn FIFA team op FIFA 23 nu. En overal waar ik kom, of ik nou buiten ben, of ik nou ergens in een snackbar ben, mensen zeggen altijd tegen mij van, yo Chotmo, waarom maak je geen FIFA video's meer? Dus nu ben ik benieuwd, gaat het goed bekeken worden? Vinden mensen het echt leuk? Dan ga ik het zien op deze video door middel van het aantal likes, aantal reacties, hoe positief mensen hierover zijn. Ik dacht, laat me beginnen met een FIFA video tegen een kijker, Ozzy. Yo. Ozzy, wij hebben wel vaker tegen elkaar FIFA gespeeld, dat klopt. Te vaak zelfs. Te vaak, dat klopt. Wij hebben achter de schermen wel eens FIFA gespeeld en Ozzy is eigenlijk beter dan mij. Maar ik wil deze video toch gaan bewijzen van, no man, ik ben beter. Dus we gaan gewoon 1 tegen 1. Ozzy, laten we beginnen. Oké, op het moment ga ik ook jouw team zien. Waar je mijn team zien? Ja, zeker. Je hebt wel een sterk team. Ik ken dit team van de vorige potjes. Je hebt een best wel... Ik vind de Italiaanse kant vervelend, man. Die Martinez in de spits en aan de rechterkant die Italiaanse spelers. Ik hou er niet van, man. Ja, goed, hè. Ik speel je ook goed voorbij. Dat klopt. Mogen de beste winnen, man, Ozzy? Mogen de beste winnen. Veel succes. Dankjewel, jij ook. Waarom heb je eigenlijk gekozen voor die Italiaanse spelers, Ozzy? Ik zeg je eerlijk, ik heb die Martinez. Je weet wel, die is rood. Uit voor Champions gekregen. Ja, ja. Ik heb zo'n video gezien. Ja, gewoon, hij doet alles, zeg maar. Hij is misschien een beetje traag, maar hij kan afmaken en zo. Hey, vrije trap? Hey, je bent toch niet goed in vrije trappen? Nee, klopt. Ik ben wel iets slechter. Dus naar wie ga je hem passen? Naar niemand. I know. Zal ik jou wel flexen? Je hebt niet eens gescoord. Sorry, man. Oh, mooie onderschepping. Diep, ja. Diep geven. Afmaken! Hey! Wat? Goeie. Wat? Mensen, dit zei ik ook al altijd tegen Ozzy. Zijn keeper is een glitch. Nooit score ik tegen deze man. Nooit. Bro, mijn keeper is beest. Bro, maar dit klopt toch niet? Hoe hou je dat tegen? Als je keeper move, dan... Oh mijn god, domme paas ook. En ik kan ook Ozzy wel de complimenten geven. Ozzy is goed in verdedigen. Dat is zijn sterke punt. Ja, in aanvallen iets minder. Dan gaan jullie waarschijnlijk wel veel merken. Maar, komt goed. Ja, ik merk het. Nu al. Snap je. Oh, ik vergeet bal. Mooi gelezen, Modric. Mooi gekeken. Kijk hier, paas. Positie. Ha, truc. Oh, oh, rondjes. Klaar, weg. Nee, mensen, ik ben niet slecht in FIFA. Maar de reden dat ik geen FIFA meer aan het uploaden was. Heel veel mensen zeiden trouwens, Somma op pad. Somma op pad moet terugkomen, dit, dat. Op een gegeven moment, niemand speelt meer FIFA. En naar mijn gevoel keek niemand er ook meer naar. Omdat, welke maand is het nu alweer? Januari? FIFA is al een beetje oud geworden. Maar als jullie het echt tof vinden, kun ik het misschien mengen met de GTA RP-serie, mengen met de Minecraft Survival-serie en... Misschien niet zomaar op pad per se terugbrengen, misschien breng ik dat dus weer terug in FIFA 24. misschien breng ik hem nu wel weer terug. Het ligt eraan wat jullie zeggen, weet je. Jullie hebben uiteindelijk de keuzes. Oh, hey, stop met zo duo, broer. Oh, yo. Kijk het hier, afmaken. Nee, jouw keeper is glitch, man. Nee, maar hij is gewoon goed. Nee, echt een grote glitch. Schieten! Aanvallend. Oké, dom, dat je vanaf daar schiet. Wow. Oh, die Italiaan. Slijt hem. Bro, ja. Ozzy! Wat weet je hoe snel deze GSA is? Oh mijn god, bro. Nu al 1-0 achter. Dat meen je toch niet? Zonder dit, man. Kom op, Mo. Kom op. Alweer die steekpaas naar die Italiaan. Bro, je had hem al misgeschoten. Je had hem al misgeschoten. Eerlijk is eerlijk, dit is geen penalty. Je had hem al geschoten. Oh shit, een penalty. Ja, broer. Oh, dit is zo oneerlijk. Oh mijn god, FIFA, man. Ik wil VAR. Je gaat hem missen voor mij, toch? Eerlijk. Ik zag je eerlijk, ik weet niet waar naartoe gaan. Broer, ik heb... Ik heb no look gedaan. Deze man loopt de flex op me. Hoe ga ik 2-0 verliezen, man? En dit was echt een onnodige penalty. Jullie mogen even in de reacties achterlaten of dit een penalty moest zijn of niet. Want even serieus, man. Hij had al misgeschoten. Modric, heerlijk. Nee. Hij vergeet bal. Druk, Modric. Heerlijk hersteld, jongen. Heerlijk. En je loopt door. Modric. Pro player. Pro. Nee. Nee. Goeie. Modric. Modric heeft het nog steeds geflikt. Modric. Wat een pas. 2-1 gap. Oeh, dat zei ze. Ik kon net zeggen toch, ik ga toch niet schande pakken hier in mijn eigen video. Broer, wat? Ik wil gewoon naar mijn keeper passen, broer. En als hier nu een goal uitkomt... Nee, wacht eens even. Nee, Ozzy, nee. Ik kan niet met mezelf gaan leven als dit gebeurt. Nee,
Oh mijn god, dit is zo zonde. Dit is... Broer, dit is... Oh mijn god, dit is... Oh, dit wil ik niet eens. Oh, dit mag toch niet. Bro, ik deed letterlijk dit. Naar mijn keeper. Hij is aan die bal ging veel staan. Oh, bro. Doet hij het weer? Oh, kleine foto, man. Hoe ben ik ineens zo slordig na de eerste helft? Nee, nee. 3-1, dit is echt onnodig. Recht trekken, mooi, recht trekken. Mooi, 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 mooi! Wow! Salah! Oh, de soldaat! 3-2, ik zeg je eerlijk, hoe ik er nu zo naar kijk, speel ik wel beter, want ik maak wel legit goals, to be honest, je weet toch? Je maakt je kans wel af, ja. Jij hebt een penalty gescoord, broer. Wat naar mijn gevoel niet eens een penalty hoorde te zijn. En jij hebt gewoon geprofiteerd van echt een domme fout van mij. Bro, ik kon die penalty ook kapot afmissen. Ik deed no look. Ik weet oprecht niet wat ik deed. Ja, ja. Gomez erop. Oh, nee, man. Bro, ik loop gewoon zwaar tegen jou aan. Oh, bijna gelezen. Oh, ik had hem gelezen, maar de ingreep was te zacht. Ah. Nu lopen. Nu lopen. Oh. Goeie. Als de commentator zegt, kijk of ze nog dat ene doelpunt weten... Nee. Ah, broer. 86e minuut 4-2, jongen. Zonde dit, man. Buitenspel. Ik wou net zeggen, broer. Mevrouw wil het gewoon niet wegscheiden. Wegfluiten. Laat zitten. Broer, ik heb nog wel een 4-3 gemaakt. Als een man zijnde. Kijk eens, jullie hebben het gezien. Ik ben niet zo slecht, hè. Ik ben niet zo slecht, want ik had eigenlijk dit gewoon kunnen winnen of kunnen op zijn minst gelijk spelen. Op zijn minst. Als we kijken naar alle goals, broer. Toevallig is de wedstrijd nu ook afgelopen. Ozzy, wat vond je er zelf van? Ik zeg eerlijk, het is meer spannender dan die andere potjes van ons. Dat klopt. Ik zou zeggen, we gaan door naar de volgende wedstrijd, man. Allebei dit keer een nieuw tenue. Ik heb het derde tenue van Ajax. Jij hebt een Manchester United tenue. Veel succes, broeder. Ajax, tweede wedstrijd. Moet de beste winnen alweer. Hé, hey, niet invrijven. Wat is met jou? Ervoor! Heerlijk, Courtois! We proberen iets. Ah, no. Lukt niet. Laat maar. Nou, ik zie drie man op me afrennen. Maar die schud ik heerlijk af. En we geven hem diep. Oh, heerlijk. Hij stapt verkeerd in. Oeh, jammer. Mooi ervoor gestaan. Maar wie was die? I know. Nee. Goeie. Oeh, keeper had even moeite, hoor. Hij moest die bal even waspakken. Oh, Modric. Heerlijk gezien. Hé... Hey. Kan je herstellen, Modric? Nee, hij paast hem stiekem snel weg. Dat is niet erg, bro. Kan jij niks aan doen? Ja, stiekem. Koppa! Mooi. Mooi lichaam ervoor gezet. Ah, vrije trap. Oké. Ah, dat is wel zo netjes. Had wel dezelfde tenues moeten doen, man. Ja? Misschien een beetje verwarrend. Maar weet je wat nog meer verwarrend is? Dat ik scoor! Wat? Dat jij niet scoort. Bro! Dat jij weer niet scoort. Wee-yo! Kom op, man! Ik verdien deze toch! En deze dan? Oh mijn god, keeper is die guy van Inazuma 11, broer. Keeper is aan de maag. Bro, even serieus? Nee. Ja joh, keeper heeft hem natuurlijk weer. Dit gaat sowieso uitgezonden worden naar heel mijn kanaal, man. Dit moet online komen. Kijk. Wauw, Salah, wat speel jij toch erg. Kommer! Via de flank! Vinicius Junior, 1-0 voor mij, gap. Wauw, heerlijk gespeeld, man. Salah, spelmaker vanaf het begin al. Hou op met Salah, man. Ja, mooi door je benen laten gaan, jongen. Wat? Broer, hou op toch, man. Een kopgoal. Na de aftrap, even serieus. Hoe maak je dan... Die bal komt zo... Oh, hoe maak je dan zo'n goal, broer? Ja, mooi dat je zeg maar die bal door je benen daar liet gaan. Maar dat die voorzet zeg maar zo op maat is en dan... Dat je hem van zo'n afstand er maar in koopt. Ja, ga weg, man. Is dit nog wel realistisch? Ja. Tuurlijk. Tweede helft, oké. Ik doe eerste helft voorbij. Wee-o. Ik ga even verstandig wisselen. Ik zie Cancelo heeft de gele kaart. Daarvoor hebben we gelukkig een goede vervanger, zoals jullie zien. Ashraf Hakimi. Kom er maar in. En dan gaan we deze leenspeler erin zetten. Gofu, je hebt goed gespeeld. Maar laten we tijd maken voor iemand anders. Modric, ook goed gespeeld. Maar Casemiro, 91 rating, gaat er ook even in, man. Zeg, Sway gaat Eusebio inzetten. Helaas moet dat wel, man, bro. Want jij hebt net gewonnen, dan... Ik kan mezelf toch niet zo schande zetten. Oké. Ik bedoel, het is leenspeler. Je moet er gebruik van maken. Zeker, man.
Dat is fijn, man. Ik sla gewoon op mijn borst om te laten zien van, yo, zo hoort het wel. Salah 2-1. We gaan binnen, gap. Salah, man of the match. Die ga ik nog goed recht zetten. Shit, hoe het er nu uitziet, maak je niks goed, hoor. Komt wel goed, let op. Oké. Oh, wat doe ik daar allemaal? Dubbele paniek volgens mij. Fijn. Casemiro, spelmaker. Klaar. Controleerd. Heb je meegewisseld? Ja, bro. Oh, de. Kijk het hier. Ah, lol. Hallo, Iran! 3-1! Je kan wel met 4-3 van me winnen, broeder. Wat ik misschien nog niet eens zo leuk vond. Ozie! Ik ga die andere statistieken niet eens bij je halen. Nee, zou ik ook niet doen, want dat komt niet online op YouTube. Oh. Goed. Nou, dat is een herstel een klein beetje. Dat is een snelle 3-2. En die 3-3 komt eraan. En die 4-3 komt er ook aan. Zo, dat zijn wel gewaagde uitspraken. Ja, ah, tuurlijk. Ojo. Hoe koopt die Kolo Koreaan zover, Aino? Klaar. Klaar. Klaar! Vinicius, 4-2. Wat ga je doen? Laat me even wissels doen. Laat me even wissels doen. Oh, Ozzy wilt wisselen. Hé, hey, Ozzy, het staat 4-2, toch? Ik moet je even wat vragen, man. Kan je eruit gaan? Nee, dat ga ik niet doen. Nee, maar als in, kan je eruit gaan? Kan je eruit gaan? Ik zeg eerlijk, ik weet echt niet wat ik bedoel. Ik bedoel, kan je uit mijn broekzak gaan? Want ik heb jou helemaal in mijn broekzak zitten. Kleine jongen, je zit in mijn broekzak. Ik heb jou helemaal op slot. Echt waar? Buitenspel, buitenspel. Geen buitenspel. Shit, geen buitenspel. Oh, die Gakpo, wat een... Oh, hij is erg, man. Ja, dit zijn ze. Nee. Dit zijn ze. Kom uit. Oh mijn god, yes. Lat. Oh. Lat. Boys, dat bedoel ik. Die is gewoon Salah. Bro, even serieus. Ik had het hier moeten... Oh, nee. Casemiro gelezen. Casemiro. Oh. Zo, dat zou een wereldpaas geweest zijn. Hij gaf een binnenkant voet, zeg maar. Oeh, bijna gelezen. Zag je die stap? Nee, jij mag echt geen gelijk maken. Nee, jij mag echt geen gelijk maken, bro. Ik staak. Ik staak. Oh, wow. Cordoba, ben je echt zo boos? Broeder, wow. Heerlijk verdedigd daar. Laten we even 6 minuten... Oh, hou op. Oh, laat me X-slide. Ik sta gewoon voor je. Nee, kom op, alsjeblieft. Ik sta gewoon voor je. Niet zo 4-3 net als net. Maar dan van deze choco. Oh, het is nu 4-3, maar dan andersom. Uh-huh. Maar dan is er niet echt een winnaar, nee. Dus laat me 5-3 maken. Oh, we gaan de laatste minuten. Ja, kom op. Ik zweer deze gaat erin. Nou, als ik niet zo'n koude domme fout maak. Het is klaar, 4-3. Dan kunnen we hem hier ook meteen beëindigen, Ozzy. Binnenkort revenge, dat weet ik wel. Revenge is niet nodig, toch? Het is gewoon gelijkspel, we kunnen het hierbij ook laten, toch? Oké, gelijkspel is goed. Kijkers, ik hoop dat jullie hebben genoten. Oh ja, er staat een nieuw YouTube-kanaal online van mij, Ilias Vietto, Charbon en Kleine John. Link staat in de beschrijving, het is de bovenste link. Vergeet niet te abonneren, want we gaan binnenkort YouTube-video's plaatsen op dat kanaal. Vinden jullie FIFA leuk? Vergeet dan niet te liken op deze video en te abonneren met een belletje aan. En te laten weten in de reacties wat voor FIFA-video's ik zou moeten maken, man. Ik hou van jullie, dagelijkse upload gaat verder. En Ozzy, thanks voor het meedoen. Eerst dat, man. Ciao. Oh god. That's how I walk this bitch, man. I need me and my nigga Vince in the boot just like it is every time. You feel me? I don't need nobody else. I'm gonna walk.